Vanuit het ministerie van Economische Zaken wordt er continu gewerkt aan prijsmonitoring. Het zegt Rafik Ilahi, directeur technologische innovatie van het ministerie. Hij geeft verder aan dat het ministerie met een eenvoudige oplossing voor deze monitoring heeft gezorgd. De kracht van de consument is hierbij belangrijk, zegt Ilahi. Minister Saskia Walden snapt dat de prijs van de importeur afhankelijk is van de koersontwikkeling, maar dat wil niet zeggen dat de winkeliers moeten gaan overdrijven met hun prijzen in de winkels voor dezelfde goederen. Je gaat gewoon naar ez.gov.sr en als eerste gaat prijsmonitoring open en dan kun je prijs indienen. Maar dit is niet alleen voor klachten bedoeld hoor. Het is ook bedoeld om die kracht van die consument te meten. Kijk, één ding moeten we goed begrijpen. Wij van het ministerie gaan alles doen om prijzen te monitoren. We gaan echt ons best doen. Die garantie geef ik u. Maar die kracht van die consument ligt bij die consument zelf. Als u ziet dat die winkel is duur verkoop, of uw buurvrouw heeft gezegd dat die winkel verderop een beetje goedkoper is, laat dat product staan en ga het kopen waar het goedkoper is. Je gaat die marktwerking creëren daardoor en dan gaat die winkelier automatisch zijn prijzen bijstellen. Waar we wel voor moeten waken, dat er, en dat zal ik later verder op ingaan, dat alle schakels binnen een distributieketen ervoor zorgen dat die wel binnen hun winstmarge blijven en zo efficiënt mogelijk werken. Dus ja, de inkoopprijzen van de winkeliers zullen stijgen, omdat ook de kosten van de groothandelaren zullen stijgen, de inkoopkosten stijgen. Hè. Tegelijkertijd is dat geen vrijbrief om boven de toegestane winstmarges prijs te gaan aanpassen. Want al de stijgingen zijn in feite al in een product aangegeven, hè, wanneer het ingekocht wordt. Saskia Walden en daarvoor Rafik Ilahi, respectievelijk minister van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie en directeur Technologische Innovatie.